Hallo. Hey, jongen. Hallo. Goedemorgen. Hoe was de vlucht? Goed. Ja? Zenuwachtig? Eerst wel, maar nu heb ik iets van... Kom maar op. Oké. Okay. Ja. Kom op, let's do this. In Eindelijk Thuis deze week het verhaal van Carlos. Samen met zijn adoptiemoeder Manna gaat hij voor het eerst terug naar zijn geboorteland Colombia. Niet om zijn biologische ouders te vinden, maar om zijn roots te ontdekken. Ik wil het land kennen, maar ik wil ook gewoon weten waar ik vandaan kom. En bepaalde vragen van, voel ik me meer Colombiaans of Nederlands, wil ik gewoon een antwoord op hebben. Veel adoptiekinderen en ook Carlos kampen op latere leeftijd met een identiteitscrisis. Als je af wordt gestaan en je ziet je moeder niet meer, ja, dat is voor ieder kind, lijkt me dat vanzelfsprekend, dat dat gewoon een verschrikkelijke trauma is. Dat leidt soms tot verwijdering tussen adoptieouder en kind. Ik kan niet meer thuis wonen, dus jullie willen me niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik heb het idee dat hij niet echt reëel is op dit moment. Er is ook een andere kant. Hou dat ook voor ogen. Tijdens de reis gaan zij hierover met elkaar in gesprek. Maar ik hoop ook dat het tussen ons ook gewoon daarmee ook helpt. Dat dit ook gewoon uit de weg is. Dat dit gewoon klaar is. Aan het einde van de reis bezoeken ze het tehuis waar hun band ooit is ontstaan. En wordt duidelijk of Carlos zich in zijn geboorteland of in Nederland eindelijk thuis voelt. Hoe is dat nou om hier zo plotseling te staan? Raar. Raar. Een beetje gek. Is niet niks. Maar ik vind het wel... kort te blijven. Ja? Ja. Hoe vaak heb je nou van gedroomd van dit moment? Het heeft heel veel in mijn hoofd gespeeld. Ja. Dus ik denk van, wat ga ik zien? Hoe gaat het eruit zien? En ook ooit komt er een moment dat ik in Colombia ben. Nou, dat is nu. Daar zijn we. Maar voor jou is het natuurlijk ook een heel bijzonder moment dat je nu met je volwassen zoon voor het eerst terug bent. Ja. Nou, de laatste keer dat je hier was, had je een klein babytje in je armen. Nu sta je naast een enorme grote vent. Ja. Ja, dat is wel super anders natuurlijk. Ja. Ja. Met een grote glimlach. Met een grote glimlach, maar die had hij als babytje ook al, hoor. Ik heb ook het idee dat jij niet kan wachten. Nee. Volgens mij moeten wij gewoon gaan. We moeten gewoon gaan. We moeten jouw geboorteland gewoon gaan ontdekken. Om terug te gaan naar Colombia is heel belangrijk voor mij. Mijn leven is daar begonnen. Ik denk dat de adoptie emotioneel voor mij wel echt voor een breuk heeft gezorgd. Ik moet sowieso naar Colombia, wil ik verder met mijn leven. Ik ben heel benieuwd wat hij denkt te vinden in Colombia. Of hij dan echt iets voelt wat anders is. En of hij dan ook echt heeft van, oké, dit is mijn thuis, dus ik moet hier zijn. Daar ben ik heel benieuwd naar. Carlos en Manna zijn vanuit Amsterdam naar Medellín gevlogen en rijden via het westen van Colombia naar de hoofdstad Bogota. Daar is het kindertehuis van Carlos. Het bezoek aan het kindertehuis is het einddoel van hun reis. De 26-jarige Carlos werkt als verkoper in een natuurwinkel. Maar zijn grote passie is muziek. Mijn zoon ging ook naar een kindertehuis in de hoop dat hij een toekomst kreeg bij een ander thuis. Ook over zijn adoptie heeft hij een nummer geschreven. Mama, huis, zoon, mama kan niet meer. Het gaat niet meer thuis. Mama, het nummer gaat over mijn adoptie. Mijn moeder kon niet voor me zorgen vanwege een te trage schildklier. Daar was medicijnen voor nodig. En dat kostte geld. En daar had ze het geld niet voor. Dus heeft ze me ter adoptie afgestaan en dat komt voor in het nummer. Dit is mijn stamboom, en dit is mijn verhaal. Dit is mijn leven, en hier kom ik vandaan. En waarom wilde je het nummer schrijven? Het was voor mij een stuk verwerking. Allemaal worstelingen die me dwars zaten, maar het was ook een stuk zoeken naar waar ik vandaan kom. En ik wist het adoptieverhaal, mijn ouders hebben me het ook wel eens verteld. En ik kon daar toen niet zo heel veel mee. En naarmate de worsteling eigenlijk erger werd, des te meer ik juist zocht naar mijn achtergrond. En ik wil terug ook naar het land met mijn moeder, om daar samen terug te gaan naar de plek waar het voor haar begon, zeg maar, een kind adopteren. Maar waar het voor mij eigenlijk een nieuw leven begon, maar ook een deel kapot is gegaan. En dat heeft later tussen mijn moeder en mij gewoon van hoop chaos gezorgd. Als Carlos 13 maanden oud is, wordt hij als derde kind geadopteerd. Hij komt terecht bij de familie van Braak.
Na Carlos krijgt het gezin er nog 2 adoptiekinderen bij. De familie met 5 kinderen woont een aantal jaar in het buitenland en komt terug naar Nederland als Carlos 12 is. Carlos kan totaal niet wennen en ontspoort. De situatie loopt zo uit de hand dat Carlos op zijn 12e uit huis wordt geplaatst. Bij mij thuis was het op een gegeven moment dat de woedeaanvallen zo erg werden dat ik niet alleen met deuren begon te slaan, maar echt begon te schelden, te schreeuwen, anderen begon te slaan. Ik heb mijn moeder wel een paar keer tot huilens toe gekregen, omdat ik zo erg doorging in mijn gedrag of mijn agressiviteit. Dat mijn moeder ook gewoon uit wanhoop de deur dicht smeet, naar boven liep en begon te huilen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je, wil je moeder zover krijgen, dan moet je best wel ver gaan. Ja, ik heb mijn moeder genoeg keren, echt als ze bij de deur stond, dat ik haar echt met al mijn kracht echt de deur uit zette. Met duwen, schoppen, uitschelden, dreigen. Van ook dingen als van je bent mijn moeder niet, of ik wou dat je dood was. Dingen als ik steek een mes in je buik en dat soort dingetjes. Gewoon puur uit de woede die ik had. Nou, dat zei ik tegen mijn moeder. En dat is niet niks. Nee. Als je dat zeg maar nu zo vertelt en je denkt terug aan het moment dat je dat zei, wat voor gevoel heb je daar dan bij? Spijt. En dat ik ook wel nu besef hoe erg het eigenlijk is om zoiets te zeggen. In Colombia wil ik daar ook openlijk mijn excuses over aanbieden. Maar ik heb ook nooit een gesprek met haar gehad om te vragen wat het met haar heeft gedaan. Terwijl ik wel weet dat het haar ook wel beschadigd heeft. Wat voor cijfer zou jij de relatie met je moeder nu geven? Als ik kijk naar intieme band of echt gesprekken aangaan. Ja, dan zit ik wat dat betreft wel echt op een 4. Ja. Als het niet minder is. Carlos en Manna zijn onderweg naar hun eerste stop. Guatapé, een typisch Colombiaans stadje. Het is een rit van 4 uur. Dus genoeg tijd voor de eerste indruk. Het is natuurlijk vergeleken met Nederland. Is het een wereld van verschil. Ja. Hoe het hier eruit ziet. Ja, maar dit hier hou ik van. Ja? Ja. In Nederland staat alles op een rijtje en op een kluitje. En hier zie je bergen en dan zie je daar stel huisjes. En dan loopt er een weggetje en dan... Je ziet het nu misschien wel meer door de ogen van een toerist nog, hè? Nee, weet ik niet. Nee? Manna, weet jij nog wanneer je Carlos voor het eerst zag? Ja, dat was 31 juli, wou ik zeggen. Toen zijn we daar naartoe gegaan. En een dag later hebben we Carlos gekregen. Je had hem daarvoor nog nooit gezien? Alleen op een fotootje. Want jullie waren in Nederland en via de post kreeg je die foto door. Ja. Maar hoe is dat om dan een envelop open te maken en dan een foto te krijgen van jouw kind? Ja, dat is gewoon hartstikke spannend natuurlijk. Je bent heel benieuwd van hoe ziet hij eruit. Hè? En eigenlijk ben je al direct bezig als je zo'n fotootje ziet om die connectie te maken. Hè? En dat eerste moment waarop je hem echt daadwerkelijk vasthield? Carlos begon gelijk te huilen. Maar... Ja, hij was eigenlijk al wel heel snel te troosten met een paar zoute koekjes. En eten doet het dan altijd wel bij Carlos. Ken je dit verhaal eigenlijk, Carlos? Ja, met de foto over de post, dat is mij nog... Ja, misschien is het mij ooit verteld, maar is me niet meer bijgebleven. De foto ken je niet? Nee. Ik vond het heel heftig om te horen de manier hoe ik opgehaald ben. Dat moest ik wel even slikken. Ik hoorde voor het eerst dat mijn moeder een foto van mij per post kreeg. Dat had ik niet verwacht, dat dat op die manier zou gaan. Ook al zou het normaal zijn, had ik wel het gevoel van... Ja, maar ik ben toch geen product of zo. Dan sta je in één keer buiten met een extra gezinslid. Ja, ja. Dat is gek. Ja. Oh, dus zo makkelijk gaat het dus. Zo makkelijk word ik dus overhandigd aan onbekende mensen. Ik dacht wel letterlijk van, dat doe je bij een hond ook niet. Dan ga je ook eerst 2 weken van tevoren kennis maken. Kijken of de hond naar je toe komt. Als het naar je toe komt, dan is er een klik. En dat het bij een kind gewoon niet gebeurt, dat vond ik wel heftig. Hij werd op een gegeven moment ziek, kreeg hij hoge koorts. Dus we namen hem bij ons in bed. En
Nou, hij lag echt als een plank tussen ons in. En dat was heel, heel apart. Dat hij echt dat fysieke contact eigenlijk uit de weg ging. Alsof hij ergens bang voor was of zo. Wat dachten jullie? Nou, dat vonden wij heel vreemd. Ja, je gaat gewoon van alles in je hoofd halen natuurlijk. Van wat heeft dit kind allemaal meegemaakt in zijn jonge leven? Is er geweld gebruikt bij hem bijvoorbeeld? Of heeft hij gewoon nare dingen meegemaakt in die tijd? Daar kreeg je geen antwoord op. Ja, als je af wordt gestaan en je ziet je moeder niet meer. Ja, dat is voor ieder kind lijkt me dat vanzelfsprekend dat gewoon een verschrikkelijke trauma is. Ook al verloopt het goed, het adoptieproces, het is voor het kind wel traumatisch. Ja. Zijn dit onderwerpen die jullie al vaker hebben besproken? Het feit dat het traumatisch was voor Carlos? Misschien hebben we dat weet ik eigenlijk niet. Of we daar echt zo samen over gesproken hebben. Carlos, weet jij dat? Kun jij dat herinneren? Nou, niet. We hebben nooit echt samen gezeten en nee. Daarover gepraat of zo. Mijn ouders weten ook niet hoe lang ik daar eigenlijk al mee heb rondgelopen met vragen over mijn adoptie. Dat het, ondanks dat het hele lieve ouders zijn, dat ik daar toch verdriet aan heb overgehouden. Voor de reis in Colombia is mijn doel om mezelf wel echt kwetsbaar op te kunnen stellen. En ook echt open te zijn richting mijn moeder. Ja, dat wordt wel een eerste keer. Manna en haar man Dick zijn begin 20 als duidelijk wordt dat ze samen geen kinderen kunnen krijgen. Van hun 5 adoptiekinderen, afkomstig uit Colombia, Haiti en Nederland, wonen alleen de jongste 2 nog thuis. Maar regelmatig komt de hele club bij elkaar om de beroemde stoba van moeder Manna te nuttigen. Dus de stoba die gaat volledig op? Die gaat al op, ja. Okay. Wat voor moeder ben jij als je jezelf zou moeten omschrijven? Ik denk dat ik het beste met ze voor heb. Maar ik ben wel enigszins directief in mijn opdrachten dan. Moet ik dan denken aan streng of soms misschien kortaf? Ja, wat is streng, hè? Het is niet zo dat ik gelijk met een straf klaarsta als ze niet luisteren. Maar wel dat ik nog een keertje zeg van, kom op, schiet op, ruim dat op. Of. En dat is voor sommige kinderen heel lastig. Zoals Carlos? Zoals Carlos bijvoorbeeld. Maar wanneer kwam je erachter dat Carlos toch anders was dan je gewend was? Nou, eigenlijk al heel jong. Hij was gewoon wat ongeduriger. Hij kon ook niet zo lang op schoot zitten als je ging voorlezen of zo. Vond hij leuk voor een poosje. Ja. En dan had hij het wel weer bekeken en dan verdween hij weer. Kan je je moment herinneren dat je voor het eerst echt het gevoel had van dit gaat niet goed? Nou, hij was echt heel vervelend. Hij was ook snel boos, geïrriteerd. Hij had vaak ruzie. We hadden wel zoiets van, nou, we moeten nu gewoon weten wat er aan de hand is met hem. Carlos heeft niet alleen een hechtingstoornis, veroorzaakt door zijn adoptie, maar ook ernstige gedragsproblemen. Het gezin komt in contact met jeugdzorg. Die adviseert Carlos uit huis te plaatsen. Carlos is 12 als hij het gezin moet verlaten. Wat doet dat dan met jou? Ja, dat voelt echt als een stukje verraad naar je kind. Hè? Van, je adopteert hem om in een gezin op te groeien en uiteindelijk kom je dan nog in zo'n jeugdinstelling terecht. Ja, dat wens je je kind niet toe. Je gunt ze gewoon een fijne familie. Ik heb hem eigenlijk nooit gevraagd van hoe keek je toen tegen ons aan. Eet smakelijk. Ik kan me niet meer herinneren dat mijn ouders echt naar me toe stapten en zeiden van joh, we moeten echt praten omdat het gewoon echt niet goed gaat. Dus uiteindelijk heb ik het heel veel voor mezelf gehouden. Ja, en dat krop je op. Eigenlijk kan ik me bij niemand echt kwetsbaar opstellen. Na 3 jaar komt Carlos weer terug naar huis. Inmiddels woont hij zelfstandig. Als je je band met Carlos nou een cijfer zou moeten geven? Op dit moment? Ja. Ik denk zeker een 7. Misschien nog wel meer. Carlos en Manna zijn aangekomen in Guatapé. Voor Carlos de eerste kennismaking met het leven in een Colombiaans provinciestadje.
Nou, dit is een van de letterlijk meest kleurrijke stadjes van het land. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ik vind dit geweldig. Ja, vind ik een mooie plek, sfeer. Ik vind het mooi. In Guatapé voelde ik me al echt goed thuis. Ik liep rond en voelde me heel relaxed. Verbaasde me eigenlijk ook wel een beetje. Ik vind het heel leuk om Carlos zo bezig te zien. Al denk ik wel van, jongen, je hebt nu echt nog alleen maar hele mooie dingen van Colombia gezien. Van hoe zal het straks zijn als je bijvoorbeeld in Bogota zit. Dat is de plek waar jij geboren bent. Hoe ervaar je het dan, hè? Want dit is natuurlijk geweldig voor iedereen. Je moet het wel een beetje in perspectief zien dan, hè? Hola. Hola. Chen, hoe is dit empanada? Oké, kom zo. Kan je ook vragen wat voor shorts ze hebben? Nee. Hoe zeg je, hoeveel is het? Ik ben wel trots om daar rond te lopen. Voor mijn gevoel is het toch wel het land waar ik vandaan kom. Terwijl het niet de plek is waar ik vandaan kom. Het is wel dat ik wel het gevoel heb van, ja, officieel hoor ik hier gewoon rond te lopen. Dat heb ik wel. Lekker knapperig. Goed gefrituurd. Ja, maar wel lekker. Midden in Guatapé staat een gigantische granietkoepel, El Peñón. De Tahmis-Indianen, de voormalige bewoners van dit gebied, aanbaden de rots en noemden hem in hun taal Mugara. De rots is 2100 meter hoog, 700 treden in totaal. Nog 500 te gaan of zo. Die El Peñón, ja, dat was een uitdaging inderdaad. Oh, we zijn er bijna. Ja, dat heb je nou al 4 keer gezegd, jongen. Ja, we zitten al bij de 400ste tree. Heerlijk. Bepaalde rust. Als je naar beneden kijkt, je ziet gewoon ontspanning. Mensen lopen gewoon. Ja, maar het is zondag, hè? En al die mensen hebben nu een vrije dag. Ja, dat is waar. En dan moet ik... ben komende dus week dat op. Dat moet je wel een beetje in perspectief plaatsen, man. Nou, ik merkte dat de dingen waar ik enthousiast over was, over de dingen die ik zag of die ik hoorde, dat mijn moeder dat dan weer ontkrachtte door dat weer te vergelijken met Nederland of de dag. Dat ze zei van ja, het is zondag, dus dan leven mensen ook anders. Ik vind het wel irritant, ja. En je zou maar op zo'n eiland wonen, dat is toch mooi? Voor even, denk ik. Nee, lijkt me prachtig. Ik heb het idee dat hij niet echt reëel is op dit moment. Ja, ik ben gewoon om hem ook te laten zien van, joh, er is ook een andere kant. Hou dat ook voor ogen. Nou ja, anders dan valt het zo meteen misschien zo tegen. Ik moet zeggen dat ik het wel bijzonder vind. Oh, dat we deze reis zo maken. En ik hoop wel dat er bepaalde dingen gewoon goed besproken kunnen worden die eigenlijk nooit echt besproken zijn. Ja. Ik merk dat ik dat nu op dit moment, zoveel jaar later wel... dat het tijd is om het daar wel over te hebben. Het is eigenlijk de eerste keer dat we zo samen op reis zijn, hè? Er gaat veel gepraat worden, denk ik. Nou, dat is dan wel heel nieuw. Ik wil het wel, dus het moet ook gewoon een keer gebeuren. Ik vind dit al een grote stap. Ja, hè? Ja, best wel. Is het spannend? Ja. Ja? Jawel. Nou ja, misschien hadden wij er meer attent op moeten zijn van, hé, wat zit hem allemaal dwars? Ja. Misschien wel. De volgende dag trekken Carlos en Manna verder richting het kinderthuis in Bogota. Ze zullen nog 2 dagen onderweg zijn, dwars door de prachtige Colombiaanse natuur. Ja, ik hou van die groove hoor, die erin zit. Maar wat is dit? Is dit... Dit is cumbia. Dit is cumbia? Ja. Maar muziek is wel heel erg belangrijk voor je, want ik heb je studio gezien. Ik heb heel wat optredens gehad, ja. En wat vond jij van die optredens, Manna? Daar heb ik niks van meegekregen. Was je niet benieuwd naar wat je zoon op het podium uitspookt?
Nou, hij heeft helemaal niet aangegeven van ik heb een optreden of zo. Maar als je zegt van muziek is mijn passie, dat is echt een heel wezenlijk onderdeel van mijzelf. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dat heel erg graag ook aan je ouders wil laten horen. Van dit ben ik en dit wil ik doen. Ja, maar dan komt dat toch denk ik iets te dichtbij. Maar ben je niet als ouder mannen ook echt extreem nieuwsgierig naar die jongen waar je dan al misschien best een problematische band mee hebt, wat die muzikaal op die kamer allemaal uitspookt? Dat je denkt, ja, dat moet toch eens horen. Ik wist niet dat hij zijn verhaal vertelde in zijn muziek. Ik dacht dat het gewoon liedjes waren. Ja. Maar nu heb je aan mij heb je in je studio dat nummer Dit is mijn stamboom laten horen, wat heel persoonlijk is. Ja. Dat heeft Manna dus nog nooit gehoord. Nee, volgens mij niet. Ik zou nu zijn muziek wel willen lezen, bijvoorbeeld. Ik zou wel eens willen weten nu van wat heb je in de tijd dan geschreven wat je zo moeilijk vond om met ons te delen. Nou. Zo. Dan zijn we dan. Luister. Ik zal even op de kaart laten zien waar we zijn. We zijn aangekomen hier in Medellín. Ja. We zijn naar Guatapé gegaan. En nu zitten we hier, de Rio Claro Canyon. Ja, en hier laat ik jullie achter. Nou, ik stuur jullie letterlijk het bos in. Overleven in de jungle. Jullie lopen straks die kant. Ja. En dan komen jullie als het goed is op een gegeven moment bij jullie overnachtingsplek. Ik haal jullie morgen weer op. De enige voorwaarde is dat jullie er anders uitkomen dan jullie er nu ingaan. En flink met dates smeren, hè? Dat komt goed. Er vliegt behoorlijk wat hier. Dat gaan we doen. Heb je al wat op? Carlos en Manna gaan overnachten in het paradijselijke natuurreservaat de Rio Claro. Een rivier die dwars door de jungle van de Andes loopt. De bedding van de rivier is van marmer, waardoor water glashelder is en met zonlicht knalgroen kleurt. De jungle herinnert Carlos en Manna aan hun leven in Haiti en Burkina Faso, waar ze voor het werk van vader Dick 9 jaar gewoond hebben. Als gezin waren ze daar gelukkig. Pas terug in Nederland ging het mis. Het is toch weer heel anders dan in Haiti, hè? Zie je dit zo? Ja, dit is al dat groen en. Dat vind ik veel mooier. Hoewel je in Haiti ook best wel mooie gedeeltes had. Tja, als je nagaat wat jij eigenlijk in je leven allemaal al gezien hebt. Burkina en Haiti was gewoon een hele onbezorgde tijd, hè? Ja, in Nederland had ik het echt. Daar begonnen de problemen en kreeg ik het echt moeilijk. Ja. In Nederland was het gewoon een heel ander verhaal. Daar begonnen eigenlijk de grootste problemen. En de worstelingen die waarschijnlijk al diep in mij zaten. Je denkt, want die kinderen hebben gewoon een cultuurshock natuurlijk. Ze hadden er allemaal last van. De adoptie heeft heel veel invloed op mijn leven gehad. Vooral in mijn puberteit is dat wel echt duidelijk naar boven gekomen. Dat wel echt een grotere litteken heeft achtergelaten dan gedacht. Ik denk dat ik een schreeuw naar bepaalde aandacht had. En dat mijn ouders niet echt wisten wat voor aandacht ik eigenlijk nodig had. En het was toch een bepaald gedragspatroon. Wat alleen maar extremer en extremer werd. Ik denk dat we eigenlijk allemaal op dat moment een beetje aan het overleven waren hier. Omdat we allemaal onze plek moesten vinden. Ja, ik denk dat het voor iedereen moeilijk was. En de ene reageerde er anders op als de ander. En wat ik opkropte heb ik wel in de loop van de tijd wel op hele extreme manieren geuit. Ja. En dat. Ja, dat zijn dingen die ik ook niet zomaar mee vergeet. Kun je iets noemen? Nou ja, er zijn genoeg momenten geweest dat ik mijn deur dichtgooide. En dat jij voor mijn deur stond en dat ik dan jou echt met trappen en duwen en schelden en dreigen gewoon de deur uitzetten. En daarbij heb ik ook gewoon dingen gezegd van ik maak je dood of. Ik steek je neer of je bent mijn moeder niet, dat soort dingetjes. Dat is best wel heftig. Ja. Kijk, als dat één keertje gebeurt, maar dat gebeurde regelmatig. En nou, dat vond ik wel moeilijk. Nou, maar dat vind ik wel
rot om te horen. En dan wil ik, ja, toch wel openlijk en oprecht mijn excuses aanbieden. Ja, misschien moet het van mij kan net zo goed komen. We hebben best wel veel verdriet om je gehad. Gewoon omdat jij zo reageerde. En dat wij daar niet bij konden komen. Hè? Dat wij jou niet konden bereiken. Wat we ook zeiden. Want, ja, we houden nog steeds van je. Maar op de een of andere manier kwam dat niet binnen bij jou. Of, ja. Het spijt me van mijn kant dat ik op die manier zo... ja, op die manier gereageerd heb. Omdat ik ook weet dat jullie heel veel voor mij gedaan hebben en opzij gezet hebben. Maar ik hoop ook dat het tussen ons ook gewoon... daarmee ook helpt dat dit ook gewoon uit de weg is. Dat het gewoon klaar is. Ja, ik denk dat dit een goede start is. Ik vind het fijn dat je het gezegd hebt. En ik vergeef je wel, hoor, dat dat dan al gebeurt. Gelukkig. Dat ik zo met mijn moeder praat, is echt de eerste keer. Dat het zo persoonlijk is. En dat het zo intiem is, is wel... naar mijn ervaring, voor mijn gevoel, wel echt de eerste keer, ja. Ja, het was wel heftig. Daar hebben we Colombia voor nodig. Ja, blijkbaar. Carlos zei dus dat hij nu pas het idee heeft van wat dat voor mij heeft moeten zijn. Nou, dat vond ik nogal wat. Ik ontdek gewoon echt een hele nieuwe kant van Carlos. Oei, dat is leuk. Wow, dit is wel heel vet. Ja. Dit is echt vet. Carlos en Manna delen voor het eerst sinds jaren een kamer. Zo. Ja, dit is vet. Voor moeder en zoon die normaal nooit fysiek zijn, is dat best even wennen. Zo. Ja, dan moet lekker slapen, denk ik. Vast. Absoluut. Ik denk dat we hier samen op deze kamer slapen. Ja, dat viel mij eigenlijk al wel op, ja. Bij binnenkomst. Twee bedden. Ja. Heftig. Gezellig, ja. Zo samenjes, hè? Apart. Ja. Lang geleden dat je bij mij op de kamer hebt gestaan. Ja, dat vond ik wel heftig. Omdat het bij mij toch een bepaalde spanning opriep. En ik denk toch dat het ook iets is wat, denk ik, toch met het verleden te maken heeft. Ik zou tussen mijn moeder en mij liefst willen bereiken dat ik haar gewoon een oprechte innige knuffel kan geven. Op een manier die ik eigenlijk nog nooit gedaan of gehad heb, zeg maar. Dat je iemand echt vast kan houden en ja, echt kan knuffelen ofzo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hoe hebben jullie geslapen? Heerlijk. Ja? Ja. Ik heb prima geslapen. Niemand heeft de ander wakker gehouden met gesnurk? Nee. Ik heb geen snurk gehoord. Geen snurk gehoord. Op naar de volgende stop. Ja. Let's go. Ik heb er zin in. Ja, ik er wel. Nou, jullie weten nog niet waar we naartoe gaan, hè? Nee. Misschien veranderen mijn gedachten zo wel. Dan gaan we nu op weg naar onze volgende stop. Wij zijn namelijk op weg naar een koffiegebied. Oh, leuk. En we gaan daar niet alleen zien hoe de koffie daar groeit. Maar we krijgen daar ook een kijkje in het Colombiaanse gezinsleven op het platteland. Oh, serieus? Ja. Dat is mooi, hè? De koffieplantage ligt in Salento, in de Cocora-vallei. Dit gebied wordt ook wel het Toscane van Zuid-Amerika genoemd. De Cocora-vallei is gelegen op zo'n 2400 meter hoogte en kenmerkt zich door de schitterende hoge palmbomen. Op de plantage staan kilometerslange velden met verschillende soorten koffieplanten. De koffiebessen worden met de hand geplukt en geperst. De vrijgekomen bonen worden gebrand, waarna er koffie van kan worden gemaakt. Carlos wordt aan leeftijdsgenoot Daniel gekoppeld. Samen met hem gaat hij aan de slag. How is it like to live in an environment like this? It was hard because
For example, we had to work as well on vacation, on the holidays. We worked there in the farm, collecting beans, coffee beans. And it was really hard, but I was happy. I was happy doing that, yeah, because it was just doing something that I really liked. Yeah. Ja, het leven van Daniel is wel heel anders dan dat ik zelf gewend ben. Vanaf je jeugd is het wel hard werken. Het is zwaar, maar hij straalt ook een soort ontspannenheid uit. And do you know what the life is like in the city? If it's a big city, I guess it's pretty hard. It's hard? It's hard, yeah. What kind of chances would I have if I live in Bogota? I guess that it could be few chances as well. Few chances because living in Bogota is pretty hard. Mm. Yeah. Children, they just grow with no money. They just involve in drugs and traffics and something like that. Yeah. That is not good. That's a huge problem. And it was a problem for me because I knew the drugs. Yeah. And that's what I told you was a problem. Even I was studying, but it was on drugs as well. But I just made the choice to stop and that's it. In using drugs or selling drugs? Both. Wat voor keuze zou ik gemaakt hebben? Op het moment als je toch in armoede leeft en als ik met het dealen snel geld kan verdienen, dan kan ik begrijpen dat je daar ook de bewuste keuze maakt om die kant op te gaan. En dan ga je wel nadenken van ja, zo had mijn jeugd, mijn opvoeding, mijn leven ook kunnen zijn. If somebody would ask you, would you be adopted and you were poor right now, would you say yes or no? I could say yes. Yeah? I could say yes, because if it is for my future and getting a better future as well for my future family, I would say yes. Could you, like, leave your biological family behind forever? If somebody would say, well, if we adopt you, you will never see your family in Colombia again? Wow, it would be so hard in that way. I would just, in that way, I would just say not. In that way, yeah. Yeah. Because I just want it forever as well. It's your family. Yeah, it's my family. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah? Well, ik heb die keuze niet gehad. Pretty heavy. Yeah. Je merkt gewoon aan zijn reactie van dat je hem zag nadenken van zou ik mijn familie op die manier soort van kunnen verloochenen, lijkt het wel. Zo'n blik gaf hij. Hij zegt gewoon duidelijk van nee, dat zou ik niet doen. En dat je als kind, ja, word je eruit gehaald. En je wordt eigenlijk bijna gedwongen om je familie soort van te verloochenen, terwijl je dat achteraf misschien helemaal niet wil. Where is that? I never had the choice to be adopted. The whole adoption was, for me, it was a big trauma. So, life is how it has to be. We cannot to go back to the past. It doesn't matter what the choice that I made or the people made for me. We just have to go forward. Move on. We just have to move on. Can a man give you a hug? Yeah, man. Yeah. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. De wijze raad van Daniel heeft me echt heel erg aangemoedigd. Hij zei, aan het verleden heb je geen invloed meer op. Daar kan je niks aan doen. Dat kan je ook niet terugdraaien. Meer vooruitkijken en minder achterom. En positief vooruitkijken. Ja, dat heeft mij wel echt enorm geraakt. Het is wel een heftig gesprek daarnet. Ja. En dat gesprek wat je hebt gehad, en zeg maar waar je nu staat en de emoties die je hebt gevoeld, wat betekenen die voor de band met je moeder en hoe je nu naar je moeder kijkt?
Ja, je gaat toch meer beseffen van ook deze reis. Een deel je toch met elkaar. Je bent er toch heel erg mee bezig. En dan ga je steeds meer beseffen... Mijn moeder heeft me wel zien opgroeien. En heeft wel alle dingen meegemaakt die gebeurd zijn. En dat zorgt wel, dat heeft voor problemen gezorgd en voor schade en wonden. Maar het zorgt er ook voor dat je... dat ik wel echt heel veel liefde voor mijn moeder heb. Die avond is er op de plantage een traditionele Colombiaanse barbecue, waar de gehele familie bij aanschuift. Tot mijn grote verbazing, maar ook een prachtige verrassing, belanden we in één keer bij een echte asado. Om even een inkijkje te krijgen in hoe het gezin samen is en qua eten hoe ze dat doen. Ja, dat was wel prachtig. De avond vergeet ik nooit meer. Ik had een verrassing voor mijn moeder die avond. En de verrassing was een rap. Ik ben wel nerveus. Om zo'n liedje voor mijn moeder te doen, is denk ik het meest spannende wat ik heb meegemaakt. Een soort misselijkheid van de spanning, dat zat er wel in. Ik vond het eng, omdat het toch heel persoonlijk zou worden. Richting mijn moeder die me geadopteerd heeft, waar ik dus ook nooit echt zo open naar ben geweest. Het is als een droom, ineens stond ik daar. Pak mijn tas, jij de jouwe, op naar Colombia. Naast jou in de taxi, nog steeds stom verbaasd. Langzaam dringt het op me door, het moment wordt waar. Ja, dit was wel de eerste keer dat hij echt speciaal voor mij optrad. En mij toezong. Dat is dan ook echt speciaal. En het voelde wel goed. Het is niet het land Colombia, dus ja. Spanning is aanwezig. Om wij dat dit zouden delen. Nog nooit meer met z'n tweeën, omdat ik kijk naar het verleden. Geen twijfel. Dit is de eerste keer dat ze mij überhaupt echt live heeft horen zingen. En toch zeker dat het echt puur uit mijn hart komt. En op een manier als deze. Dat was wel de eerste keer, ja. Stiltes breken. We laten onze harten spreken. Stiltes breken. Laat onze harten spreken, tja. Dit is een levensreis, yeah. We laten onze harten vrij. Maar je deed het toch maar even. Het gaf ook wel echt wel weer wat we samen gedaan hebben. En hoe die zich voelde op dat moment. Hij stelde zich open. Dat deed me heel erg goed. Ma, je gaf me te eten. Je voerde me op. Denk terug aan wat je hebt gegeven. Moeder ten top. Samen veel gelachen, pijnlijke tranen laten vloeien. Tijd om daar op te drogen. Je bent de beste moeder. Ik besef, jij en ik zijn ook maar een mens. Dat we elkaar aan kunnen vullen. Ja, dat is mijn wens. Dat we dit delen. Is niet zomaar een stap. Je bent best speciaal. En dit neemt niemand ons af. De spanning die jij had. De spanning die ik gaf. Hier kunnen wij ontspannen. We halen de spanning er nu vanaf. Ik weet zeker dat er tussen ons gebouwd kan worden. Het klinkt raar. Maar ik hoop dat we samen oud kunnen worden. Ik besef met jou. Het moment is waar. Empanada, pendeja, paisa in onze maag. Mijn liefde voor jou, die heeft altijd bestaan. Via de beat gaat het makkelijk, maar ik hou van je maag. Ik heb mijn moeder volgens mij nog nooit zo'n stevige knuffel gegeven. Dat was wel een beetje de knuffel waar ik naar zocht. Een echte knuffel. En dat is nieuw. Want dat hebben we eigenlijk al jaren gemerkt, dat er toch, ja, alsof er een barrière tussen zit, hè? Maar ik voelde altijd een stukje gespannenheid bij hem. En dat was nu niet. Dankjewel. Ik voelde totaal geen spanning bij die knuffel. Ook niet. Voordat het gebeurde twijfelde ik ook niet. Het was er en het gebeurde. En het was, ja, heel intens. Ik had ook niet verwacht dat het eigenlijk al zo snel zou gebeuren tijdens de reis. Ik kan dat moeilijk beschrijven. Het was echt een mijlpaal. De volgende dag vliegen Carlos en Manna naar Bogota. Met 8 miljoen inwoners de hoofdstad van Colombia. En de geboortestad van Carlos. Ongeveer een kwart van de bevolking leeft in uiterst armoedige omstandigheden in krottenwijken. Nou, welkom in Bogota. Leuk hoor. En jij hebt 15 jaar geleden Carlos hier opgehaald. Dat klopt, ja.
En toen zijn we hier ook langs geweest. Oh. Dus, dat is een herkenning voor mij, hè? Dit plein ook, met plein, de duiven en alles. Ja. Nee, het is echt een enorme stad, een miljoenenstad. En jullie gaan vandaag naar een hele bijzondere plek, namelijk het kindertehuis. Waar jij bent opgehaald door je moeder. Los Pe Singles. Los Pe Singles, ja. Leuk, joh. Dat is heel bijzonder, ja, hè? Ja. Buenos días, señor. In Los Pe Singles zijn camera's niet welkom. Carlos en Manna gaan daarom alleen op pad. Toen wij jou gingen halen, zag je ook echt al die kleine jochies, hè, lijmsnuiven. Ja. Of gehandicapte mensen die dan bij de stoplichten stonden te bedelen. Ja, die is wel heel jong, dat jochie. Maar zou dat één gezin zijn, denk je? Die dit gewoon doet om te overleven? Het is een werk. Als ik zo Bogota, wat ik nu zie, zo zie. Het is niet heel mooi. Je ziet gewoon waar zwervers gewoon slapen eigenlijk. Maar toch is het wel de stad waar je vandaan komt. In deze stad ben ik geboren. Straks heb ik biologische familie die dit ook verkopen op straat. Ja, zou zomaar kunnen. Op het moment dat je Bogota binnenrijdt, dan zegt de ene kant van mijn hart van ja, hier kom je vandaan. Dus dat geeft heel erg een thuisgevoel. Aan de andere kant zie je ook, als je naar buiten kijkt, jonge kinderen dingen verkopen op straat, zwervers op straat liggen. Dat is ook de stad waar ik vandaan kom. En dat is dan wel een moment dat je dan gaat nadenken van ja, hoe zou mijn toekomst eruit hebben gezien op het moment dat ik hier opgegroeid was. Carlos en Manna besluiten door de wijk te rijden waar Carlos' leven begonnen is. Por seguridad de ustedes les voy a recomendar no abrir las ventanas porque en este sector donde nos encontramos es un sector peligroso. Je mag dus je raam niet open doen, want het is gevaarlijk hier. En wat dacht je ervan als je hier zou moeten wonen dan? Ja, kijk, dit is nog een straat, maar als ik dan zie links en rechts, dat je dan toch gewoon paadjes hebt met allemaal huizen op elkaar, onder elkaar. Dat is wel heel anders leven. Je zit dan echt aan de ondergrens gewoon. Wel een aardig stukje, denk ik, ja. Ja. Als je dan nagaat dat jouw moeder toch wel in zo'n soort situatie verkeerd waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Dan zou dit jouw voorland geweest zijn. Ja. Als je hier was blijven wonen. Dan had ik hier ook misschien waarschijnlijk rondgelopen zo. Het hoofddoel van deze reis is het land ontdekken met mijn moeder. Ik heb niet de behoefte om mijn biologische moeder op te zoeken. Dat ze in deze wijk woont is wel best wel apart. Dat ze misschien in dat straatje woont of zo. Dit is dus ook een wijk waar veel drugs gebruikt worden, hè? En er is gewoon een hoge criminaliteit, denk ik, hier. Maar voor mij voelt het wel van hier kom ik vandaan. Hoe erg het ook is. Ja, maar ik denk dat je dat pas kan voelen als je er ook echt in zit dan. Hè? Ik bedoel, nu rijden we door. Nog best beschermd, zo in zo'n auto. Maar als je hier echt leeft, dan is het meer overleven. Ja, oké, maar het is gewoon je hart wat gewoon zegt, hier kom ik vandaan. Ja, dat voel je wel zo. Ja. Voordat ze naar het kinderthuis gaan, wil Manna het met Carlos eerst hebben over hun grootste breuk. Zijn uithuisplaatsing. Toen ik echt te horen kreeg dat ik echt niet meer thuis kon wonen, ja, toen knapte ik. Toen stond ik op en heb ik ramen ingeslagen en mijn spiegel kapot geslagen in mijn slaapkamer. Toen wou ik mijn ouders ook niet meer zien. Ik had heel erg het gevoel van afwijzing. Hoe voelde dat? Had je het idee van nou word ik weer een keertje aan de kant gezet of zo? Nou ja, ik ging er eerst heen met de gedachte van oké, dit is tijdelijk. Ja. Ik ben hier voor mijn rust. Ja. Dat tel je dan af en na een jaar krijg je te horen dat je langer blijft.
ja, dan ga je toch wantrouwen hebben in volwassenen die jouw dingen beloven die ze niet waarmaken. Heb je dat gevoel gehad van, ik mag jullie kind niet meer zijn? Nou, niet letterlijk. Van, ik mag jullie kind niet meer zijn. Maar wel van, letterlijk, oh, jullie willen me niet meer. Heb je dat gedacht? Ja. Ik kan niet meer thuis wonen, dus jullie willen me niet meer. Ik ben er klaar mee. Je hebt niet gezien hoe wij erbij zaten toen? Nee. Zo dus. Wij vonden ze echt heel erg. Want je ziet daar wel een kind bij je. Voor had gekozen om voor te zorgen. Het voelde voor ons ook heel erg. Ja, je bent machteloos eigenlijk. Je voelde geen liefde van ons naar jou toe ook. Want nou, die was er wel. Dat heb ik geblokkeerd. Ik denk, ja, ik word uit huis gestuurd. Ik krijg te horen dat ik niet meer thuis kan wonen. Eigenlijk een stukje zelfbescherming. Zelfbescherming. Je krijgt liefde, maar je kan er niet op aan. Ja. Is het echt, is het nep? Ja. Dat weet je dan niet. Ja. Heb je een moeilijk leven gehad? Die periode was wel echt een hel. Ja. Maar dat heb je tot nu toe met je meegedragen, uiteindelijk. Ja, dat zijn ook dingen die ik nooit meer vergeet. Gewoon het feit dat hij, zeg maar, vanaf zijn 12e tot zijn 26e in feite, dit allemaal binnengehouden heeft, dat vond ik ontzettend verdrietig. Ja, ik heb voor deze hele reis heb ik eigenlijk heel wat dikke muren gebouwd om me heen, uit zelfbescherming. En dat is nu wel anders. Ik durf me in ieder geval richting mijn moeder kwetsbaar op te stellen. Ze hebben een reisdoel bereikt, het kinderthuis. Voor Carlos een belangrijke plek om zijn adoptie te kunnen accepteren. Het tehuis is een buurtcentrum geworden dat ouders ondersteunt in de verzorging van hun kind. Dat moment waar die breuk ontstaan is, dat ik dat nu bewust kan overdoen, daarvoor moet ik wel echt terug. Om daar te zijn bij Lost by Singles is wel, ja, thuiskomen. Zo voelde het wel. Er wordt gepraat op een manier van, met heel veel liefde en zorg ben ik behandeld. En dat kwam bij mij op dat moment wel heel erg aan. Grote glimlach. Ja. En? Ja, geweldig. Ja. Wat heb je gezien? Vertel. Ja, je komt binnen en je ziet overal foto's hangen van kinderen. Eerst vond ik het heel spannend om daar binnen te komen. Als je daar binnen bent, en daarna was de spanning weer af. Ja. Wou ook van alles weten en keek ik helemaal om me heen. En, hoe belangrijk is het voor jou en waarom is dat belangrijk? Ja, voor mij is het echt een stuk teruggaan naar ook waar de adoptie begon. Ik jullie eigenlijk ontmoet heb, dan geeft het me toch een gevoel van dingen kloppen, weet je wel? En qua wat dingen die zij zegt, kan mijn moeder bevestigen, maar ook andersom. En dan geeft het mij toch een fijne gevoel van, ik heb het hier, ondanks alle chaos en het traumatische van de adoptie, heb ik het volgens mij best wel goed gehad daar. En dat geeft mij wel een stuk rust. Je maakt een hele blije indruk. Je glimt helemaal. Ja, is dat zo? Ja, met vol energie. Ik weet het niet. Zeker. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou om dat te zien? Goed. Ik was gewoon emotioneel. Nee, ik vind het echt heel leuk. Je hebt gewoon je plek gevonden.
dankjewel dat je mij meegebracht hebt. Voor mij is het heel belangrijk om echt te beseffen dat ik echt uit liefde geadopteerd ben. Ja, ik vond het echt heel mooi. De jaren hiervoor heb ik toch altijd nagedacht van ja, hoe zit dat nou? Gaat dat zo makkelijk? Ben ik gewoon zo'n zakelijk product of zo? En dat is nu wel anders. Ja, op het laatst zei je eigenlijk tegen mij van ik accepteer jou als mijn moeder. Daarmee zei je dus eigenlijk ook van ik accepteer mijn adoptie. En dat heeft mij mijn kind weer teruggegeven. Deze reis heeft mij wel duidelijk gemaakt dat ik me wel meer Colombiaans voel. Dat merk ik, dat voel ik. Ik voel me hier ook echt thuis. Voor mijn gevoel heb ik meer van mezelf ontdekt. Waar ik vandaan kom. En het heeft misschien wel tussen de band met mijn moeder en hoe ik me voel. En meer gebracht dan dat ik had durven dromen. Wat heeft de reis daarnaast jou nog meer opgeleverd als het gaat ook om de band met je moeder? Een stuk rust. Ik ben eindelijk teruggegaan naar het land waar ik geboren ben. En ik heb een deeltje van de stad gezien waar ik ook een tijdje heb gewoond. Het kinderthuis heeft me echt heel veel rust gegeven. Maar ik heb heel lang met de vraag gelopen, ben ik naar Nederland of voel ik me Colombiaan? Ik voel me Colombiaan. Deze reis heeft voor mij mijn ogen ook geopend. Het ging echt met een gevoel weg van, nou, dit is voornamelijk voor Carlos om te ervaren van, ben ik nu Nederlander? En hoe voelt het als ik in Colombia zelf ben? Maar ik had niet verwacht dat dit allemaal naar boven zou komen. En dus wat dat betreft ben ik ontzettend blij dat het er hier uitgekomen is. En dat Carlos op een andere manier naar Nederland teruggaat. Ja. En ik ook. Ja. Ja, ik ook. Ik heb toch meer het gevoel van, ik heb Carlos weer terug. Ja. Ben je trots op hem? Ja. Ja. Ze hebben een trotse moeder en een trotse Colombiaanse zoon. Ja. Die en thuis hier is, maar ook thuis bij zijn gezin in Nederland. Ja. Ja, wel duidelijk aan te merken, ik hoor bij jullie. En zo wil ik ook verder gaan. Je mag er zijn. I know I hurt you, I was so unkind. I was ungrateful, I wasted your time. But I was young and lost, so lost. Om van mijn moeder te horen dat ik er mocht zijn en dat het er altijd is geweest. Ja, om zoiets te horen van je moeder is, ja, onbetaalbaar. Dat liet ik nooit binnenkomen. Ja, en dit was zo'n moment dat ik ook tegen mezelf moest zeggen, oké, Carlos, laat het binnenkomen, accepteer het. En dan komt het wel binnen, ja. Ik hou van je. I'm just waking up now. In the tears of the ones I love. It's quiet, I bet, now I remember. Ik ga deze reis nooit vergeten.